Een heel paasweekend lang is er op de werf Douaneplein dag en nacht gewerkt om de aanleg van de tangent mogelijk te maken. Het autoverkeer moet er binnen enkele jaren immers onder de spoorlijn Mechelen-Leuven kunnen doorrijden. Op en naast het spoorwerk is echt specialistenwerk en moet vaak 's nachts gebeuren. Het treinverkeer moet er immers zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. In sommige gevallen gaat men heel drastisch te werk en verwijdert men zelfs tijdelijk bovenleidingen of spoorrails. Maar men heeft er ook wel zorg voor gedragen dat het reizigersverkeer op een naastliggend spoor gewoon kan doorgaan. Omdat er binnen een relatief kort tijdsbestek moet gewerkt worden en op een vrij beperkte oppervlakte, is een minutieuze voorbereiding absoluut noodzakelijk. Ruim vooraf wordt dan ook een gedetailleerd draaiboek opgesteld. Daarbij staat de veiligheid van de treinreiziger en van het werfpersoneel centraal. Van vrijdagavond iets voor middernacht tot dinsdagochtend 5 uur werden meer dan 80 kokerpalen van soms meer dan 25 meter lang in de ondergrond gebracht. Een behoorlijke hoeveelheid staal. Niet minder dan 5 schroefpaalmachines werden daarbij ingezet. Gespecialiseerde arbeiders moesten al hun behendigheid aanwenden om die klus tot een goed einde te brengen. Eens de kokerpaal stevig in de machine zit, kan die door middel van draaibewegingen in de grond worden gedreven. Uiteraard moet dat zeer nauwkeurig gebeuren, want die palen moeten perfect op hun plaats zitten. En waar nodig brengen de arbeiders ze op hun juiste lengte. Veel tijd om te verpozen is er dus niet en ook de manoeuvreerruimte is beperkt. Vrachtwagens rijden af en aan, kranen worden juist geplaatst, hulpstukken worden klaargelegd of overbodige materialen moeten van de werf. Er moet snel en efficiënt gewerkt worden, maar tegelijk moet men er rekening mee houden dat er zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt, want vlak bij de werfzone liggen mensen te slapen. En toch verliep alles vrij rustig en zonder noemenswaardige problemen. Een sterk staaltje vakmanschap.